Goedemiddag, broeders en zusters. Ik groet jullie allen in Jezus' wonderbare naam. Vanmiddag wil ik het gaan hebben over gaan preken uit Hebreeën 12, vanaf vers 1 tot 3. Boven de preek heb ik gezet: kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Hebreeën 12, vanaf vers 1 tot 3 zal ik voorlezen. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich verdragen heeft. Tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Het is een kort stukje en daarom lees ik hem twee keer voor. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Dit gedeelte wil ik per vers gaan behandelen. En ook de jeugd die nog aanwezig is, wil ik aansporen om goed op te letten. We zullen het vanmiddag ook over sport hebben. En dan wil ik, wil iedereen aanmoedigen om op te blijven letten. Ik zal beginnen in vers 1. Ik ga ervan uit dat Paulus de schrijver is van de Hebreeënbrief. Sommigen discussiëren daarover. Maar in dit geval ga ik ervan uit. En Paulus roept ons op, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. En die menigte van getuigen, dat zijn de getuigen die beschreven staan in Hebreeën 11. Het hoofdstuk hiervoor. En het is eigenlijk een heel hoofdstuk van opsommingen van mensen die door het geloof zaken hebben verkregen, die door het geloof zaken tot stand hebben gebracht. Door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht en beloften verkregen. Zo staat het samengevat uiteindelijk in hoofdstuk 11. Dus het zijn allemaal mensen die door het geloof dingen hebben verkregen en ons voor zijn gegaan in het geloven in de Heer Jezus Christus. En dat er daardoor in hun leven en in de wereld wat tot stand is gekomen. En door die mensen worden wij omringd. En door een menigte van getuigen omringd worden. Door deze mensen. Dus nu wij omringd worden door al hun getuigenissen, al hun verhalen. Ziend op wat mensen moesten lijden voor hun geloof. Laten daarom wij afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Gaat dit gedeelte verder. Wij hoeven hier niet, zoals menig van die geloofsgetuigen in Hebreeën 11, die moesten fysiek geweld moesten ze verduren om in het geloof te blijven, om de Heer Jezus te blijven volgen of om gehoorzaam te blijven. Maar wij hoeven hier niet met zwaarden te vechten of tegenover leeuwen te staan om de Heer Jezus te geloven. Maar we worden opgeroepen om de last en de zonde af te leggen die ons zo gemakkelijk verstrikt. En eigenlijk is dat ook wel opmerkelijk, dat wij dus daartoe worden opgeroepen. Dus dat betekent eigenlijk dat die last en zonde ons makkelijker verstrikt en van het geloof af kunnen roven als fysiek geweld. Fysiek geweld in de Hebreeën 11 kunnen we lezen wat mensen allemaal hebben moeten verduren.
Maar uiteindelijk is het van belang dat wij dus afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En daar moeten we acht op slaan, op die oproep. Het is een opdracht. Leg daarom af alle last en zonde. En wat er in dit vers mooi naar voren komt, in dit stuk, dat is een beeld van een hardloopwedstrijd. In een stadion wat vol is met toeschouwers. Wat ik net al zei, we worden omringd door de geloofsgetuigen. Ook staat er wel een wolk, dus het is een hele menigte van geloofsgetuigen. En zij hebben de wedstrijd al volbracht. Ze weten wat wij hier moeten doorstaan, hier op aarde. Hun hebben het al volbracht. Zo zijn ze voor ons een voorbeeld. En daarom moedigen ze ons aan en sporen ze ons aan. Hun zijn ons voorgegaan. En op die manier zijn ze toeschouwers op onze wedstrijd die wij te lopen hebben. En een volgende punt wat ook mooi overeenkomt met een hardloopwedstrijd. Wij moeten elke last of alles wat ons verhindert of belemmert hier op aarde, om Jezus na te volgen, moeten we afleggen. En een hardloper die legt ook alles af wat te zwaar is om mee te nemen. Die gaat niet met zware schoenen en met spijkerbroeken aan gaat hij een wedstrijd tegemoet. Maar hij doet daar gepaste kleding voor aan en hij zorgt ervoor dat hij getraind is. Zo ook wij. We moeten afleggen alle last. Het bewust afleggen van de last. En ik denk dat ieder voor zich wel weet wat voor hem of haar een last is. Als je gewoon heel eenvoudig bedenkt wat je kan verhinderen om de Heer Jezus achterna te gaan. Wat je kan verhinderen, belemmeren om de Heer Jezus te volgen. Dat is hetgene wat jouw last is. Leg dat af in je leven. En ik denk dat we hier in hoofdzaak moeten denken aan zaken die in ons hoofd gebeuren. Die ons hoofd vullen en na verloop van tijd jouw leven gaan beheersen. Dingetjes die ergens blijven hangen, gedachten of wat voor zaken dan ook, misschien maar een klein beetje, maar op een gegeven moment of misschien al direct vormt dat een last voor jou om gehoorzaam te zijn of om de Heer Jezus na te volgen. Dat is al een last. Als je dat misschien lastig vindt om dat helder te krijgen, om dat helder te hebben, hoe moet ik dat zien, zo'n last, hoe functioneert het in mijn leven? Bid daar dan voor, dat de Heer openbaart of er een last is in je leven. Iets wat je meedraagt en wat jou belemmert. Uiteindelijk is het voor ons en voor de Heer, maar voor ons is het beste om zo met zo min mogelijk last de wedstrijd te lopen. Zo lichter is het ook voor ons. Zo gemakkelijker. Uiteindelijk is het dus echt een aansporen om elke last af te leggen. En als je dat afvraagt, wees daar dan met de Heer mee bezig en dat hij het openbaart. Ook moeten we ons ontdoen van iedere zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Het verstrikt, zonde verstrikt, we raken erin vast. Zo gemakkelijk. Dus blijf er echt uit de buurt van de zonde. Loop er omheen en ga er niet een beetje mee in aanraking komen of er langs lopen. Want je komt vast te zitten. En wat ook een mooi beeld is vergeleken met een hardloopwedstrijd. We moeten volhouden. Met volharding moeten we de wedstrijd van het geloof lopen die voor ons ligt. Volhouden, doorzetten. Volharding. Het volgende punt wat ik mooi aansprak in dit vers. Als je kijkt naar een wedstrijd. We moeten de wedstrijd lopen, stap voor stap. Elke keer weer een stukje vooruit. Ziende op hem. Hij is erbij. Bij iedere stap is hij naast ons. Is hij bij ons. Dan het laatste gedeelte in vers 1. Laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Die voor ons ligt, hetgeen wat voor ons ligt. Moest ik denken aan Filippenzen 3 vers 14. En dan zegt Paulus, maar één ding doe ik. Vergeten wat achter mij is, mij uitstrekken naar wat voor mij is. Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Dus vergeten wat achter ons is. Vergeten wat ons misschien al die tijd al belast heeft of vergeten wat we allemaal hebben moeten doorstaan. Maar en ons richten op wat voor ons is. Richten op de Heer Jezus en richten om verder te gaan. En niet
bij de pakken neer gaan zitten of gaan constant gaan overdenken wat er in het verleden gebeurd is, maar voor te gaan. En niet alleen de geloofsgetuigen moedigen ons aan, maar ook Christus, de Heer Jezus zelf, moedigt ons aan. Want Hij is ons in alles voorgegaan, de Heer Jezus. En als wij onze ogen op Hem richten, geeft Hij ons daardoor vernieuwde kracht. Doordat we ons ogen richten op de Heer Jezus, geeft Hij ons kracht. Dus op die manier moedigt Hij ons ook aan. Hij is bij ons. En ook een andere keer in het woord spreekt Paulus over een wedstrijd. En dat wil ik graag voorlezen. Dat is in 1 Korinthe 9. 1 Korinthe 9 vers 24 tot en met 27. Je mag er wel bij zoeken. Korinthe 9 vanaf vers 24. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. Dus Paulus moedigt ons aan dat we dan zo lopen dat we die prijs mogen ontvangen. Dus hij spoort ons hierin aan. Wij allemaal worden aangespoord hierdoor om voorwaarts te gaan. En iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen. Maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Dus wij doen het om een onvergankelijke krans te ontvangen. En die onvergankelijke krans, dat is de eeuwigheid, die vergaat niet. Daarom nemen wij deel aan die wedstrijd. En hier staat ook, die beheerst zich in alles die aan de wedstrijd deelneemt. Dus die is erop gericht, die is ermee getraind met die wedstrijd, maar die is ook gefocust op de wedstrijd. Die is daarmee bezig en daar kom ik zo verder wel op terug. Maar het bewust van zijn dat we bezig zijn met een wedstrijd, dat we erop gericht zijn dat we voortgaan. Vers 26, ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht niet zo met de vuist dat ik maar wat in de lucht slaat. Ik doe niet zomaar wat. Maak ik bewuste stappen. Ik doe niet zomaar mijn tijd verspillen, maar ik sla niet zomaar wat in de lucht. Maar hij is bewust bezig, zegt Paulus hier. Vers 27, ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien naar anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Dus Paulus is ermee bezig om zichzelf te oefenen in de godsvrucht, in de godsdienst. En onder andere dus ook om die last af te leggen en de zonde. En om de mensen voor te gaan in het dienen van de Heer. Om hetgeen wat hij predikt ook na te leven. En zo zien we dus het mooie voorbeeld ook weer van een wedstrijd, van een sport wat Paulus geeft. Hebreeën 12, vers 2. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Terwijl we zo in de wedstrijd van het geloof zijn, moeten we ons ogen gericht houden. Oftewel, we moeten ons focussen op Jezus. We moeten ons richten, we moeten ons focussen op Jezus. En als je bedenkt, als je je ergens op richt, als je ergens op gefocust bent, op de Heer Jezus, dan kan je je niet focussen op de omstandigheden hier op aarde. Of dan kan je je niet volledig richten op de omstandigheden hier. Dus als je op Jezus focust, kan je niet focussen op de omstandigheden. Niet dat de omstandigheden er niet toe doen, maar je eerste blik is naar Jezus. En alle omstandigheden die je tegenkomt in je leven, breng je bij Hem. En je houdt je ogen gericht op Jezus. En op die manier is het dus een aansporing om op Jezus te zien. En het is niet een verontachtzamen van de dingen die er in je omgeving gebeuren en de aandacht die ze nodig hebben.
Maar het is je eerste blik, je eerste houding, hoe je ermee omgaat. Dat je het overdraagt aan hem en dat je hem aankijkt voor hulp en steun. Of dat je direct in die omstandigheden duikt en helemaal overweldigd wordt door al de dingen die er op je pad komen. Dus hier zien we nu een mooie les. Houd je ogen gericht op Jezus. Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Dat staat hier, vers 2. En een leidsman betekent dat hij ons is voorgegaan. Voorgegaan in alles. Hij leidt ons. Hij gaat voorop. Het houdt ook in dat Jezus Christus ons in het geloof is voorgegaan. In het geloven in de dingen, zodat wij hem kunnen volgen, navolgen. En voleinde betekent dat hij op de weg van het geloof het einddoel heeft bereikt. Hij heeft het volbracht. Hij heeft het voleindigd. En daarom is het zo kostbaar om onze ogen op hem te richten. Hij is ons in alles voorgegaan. En omdat wij onze ogen richten op hem, mogen wij zien door zijn levenswandel en door hoe hij, hoe hij erin stond, mogen wij kracht ontvangen, mogen we visie ontvangen, hoe wij in ons leven de dingen mogen doen. Maar ook doordat we op hem zien, op Jezus Christus zelf en wat we van hem al mogen ontvangen aan kracht en liefde. Daardoor is het zo waardevol om ons ogen te richten op de Heer Jezus Christus. Nu volgt een mooi gedeelte uit het woord dat ons uitlegt hoe wij verblijd kunnen zijn op elk moment van ons leven. Wat de omstandigheden ook zijn. Dat stuk dat leert ons hoe we Filippenzen 4 vers 4 kunnen praktiseren in ons leven. En in Filippenzen 4 vers 4 staat, verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. En dat is een heel mooi vers. En als we dat zo loslezen, dan worden we aangespoord om ons te verblijden. En als er misschien in ons leven geen reden zijn om ons te verblijden naar ons menselijk oogpunt, dan kunnen we ons misschien afvragen, ja, hoe doe ik dat? Verblijden in de Heer Jezus op het moment dat ik daar eigenlijk helemaal geen behoefte aan heb. Maar ook de Heer Jezus is ons hierin voorgegaan. Als we denken aan Pasen, 2 weken geleden, wat de Heer Jezus allemaal heeft doorstaan voor ons in de hof van Gethsemane, waar hij druppels bloed zweette, het verhoor en de smaad bij het Sanhedrin, vervolgens bespot, gehoond en mishandeld door Pilatus en Herodes, onder ogen van heel het volk, en dan de kruisiging, diep vernederd en te schande gemaakt, uitgejouwd en belachelijk gemaakt voor heel het volk, in het openbaar, terwijl hij God was. Terwijl hij God was. En dan staat hier in vers 2, Hebreeën 12 vers 2, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Ik zal het nog een keer voorlezen. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Dus er was iets hem in het vooruitzicht gesteld. Wat hem vreugde gaf, maar ook kracht gaf. Om het kruis te verdragen en de schande te verachten. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Wat was de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld? Wat was die vreugde? Wat was hem voorgesteld waar hij zich aan optrok als het ware, waar hij zich in verblijdde. Is dat niet het moment dat we weer bij de Vader kon zijn? Maar ook dat u en ik en vele andere mensen door zijn offer bij de Vader thuis mogen komen. Dat was hetgene waar hij zich in verblijdde. Op het moment dat hij mishandeld werd. Op het moment dat hij te schande werd gemaakt. Op het moment dat hij gekruisigd werd. Was dit zijn kracht, was dit zijn innerlijke vreugde waar hij zich in verblijdde. En dat gaf hem moed, dat gaf hem uithoudingsvermogen, dat gaf hem van binnen een vreugde om voor te gaan. Terwijl hij het zo zwaar had. Dat was de vreugde die de Heer Jezus in het vooruitzicht was gesteld. De Heer Jezus wist dat als hij de drinkbeker helemaal leeg zou drinken, dat er dan mensen, schepselen van God, voor eeuwig bij hem konden zijn.
En dat motiveerde hem, dat gaf hem kracht om door te gaan. En als Jezus ons hierin is voorgegaan, dan geldt dat ook voor ons. Dan geldt het voorbeeld van de Heer Jezus ook voor ons, in ons leven. En wat is onze vreugde, die ons in het vooruitzicht is gesteld? Wat is onze vreugde die ons in het vooruitzicht is gesteld? Waar mogen wij ons aan optrekken op momenten dat we het zwaar hebben? En dat is heel goed om te realiseren voor jezelf. Dat je vaste punten hebt waar je je aan vastklampt op de momenten dat je het moeilijk is. Dat je niet begrijpt hoe je je kan verblijden. Maar dat je je daaraan vasthoudt, dat je weer weet en dat je blijdschap in je hart voelt en voelt stromen. Omdat je weet dat er iets is wat onvergankelijk is, onverwelkbaar. Dat is de eeuwigheid die we bij hem mogen zijn. Dat is wat er voor ons in het vooruitzicht is gesteld. Als we hem kennen, als we zijn kinderen zijn. Een eeuwigheid, verlost van deze wereld. Vol met kwaad, oorlog, ziekte en verdriet. We mogen dan voor eeuwig hem loven en prijzen. Voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. We mogen ons verwonderen voor wat hij heeft gedaan voor ons. En we mogen daar dan zijn voor eeuwig in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat zijn de feiten waar wij ons in mogen verblijden. Wat ons in het vooruitzicht is gesteld. En daar mogen we ons aan vasthouden op de momenten dat we het hier zwaar hebben en dat we dingen niet begrijpen. En als er ons ziekte overkomt en als er ons zwakheid overkomt, als er problemen zijn. En als er dingen in de wereld gebeuren, als we nou op het nieuws kijken wat er allemaal gebeurt. Maar we mogen ons vastklampen in wat er voor ons in het vooruitzicht is gesteld. En dat is onze houvast. En zo kunnen we doorgaan, voortgaan in zijn kracht. In welke situatie dan ook. Dus dit moet ons motiveren en aansporen en verblijden om door te gaan in dit leven. Op elk moment, op de momenten dat we zorg hebben, op de momenten dat we problemen hebben, op de momenten dat we verdriet hebben, op de momenten dat de omstandigheden niet zijn zoals wij willen. Dan moeten we ons verblijden en kijken naar hem. Dan moeten we ons verblijden in hem. En kijken naar wat er voor ons in het vooruitzicht is gesteld. Onze ogen gericht houden op de Heer Jezus Christus. En daardoor mogen we dan weer kracht ontvangen om de wedstrijd van het geloof te volbrengen. Dus wees erop gericht. En verblijd je erin dat er een eeuwigheid aankomt met hem. En dat hier alles op aarde tijdelijk is. En in alles hier op aarde mogen we de Heer Jezus volgen en op hem zien. Hij staat naast ons, overal waar we zijn. Dus buiten het feit dat wij ons mogen verblijden wat er voor ons in het vooruitzicht is gesteld, is de Heer Jezus bij ons, is naast ons, overal waar we zijn. Elk moment weet hij van. En hij is dan bij ons. Hij laat zelfs de 99 achter, als hij ons moet zoeken als dat nodig is. Zo bewogen is hij met ons. Misschien hoor je dit nou al aan en heb je zoiets van, ik heb niet zo'n gevoel bij de eeuwigheid bij de God. Ik heb niet zo'n blijde vreugde. Ik heb niet echt een idee hoe ik me daarover kan verblijden. Vraag dan gewoon heel eenvoudig aan God of hij jou dat wil geven. Zodat je kan gaan leren om je hier nu al te verblijden over de dingen die ons in het vooruitzicht zijn gegeven. Die ons in het vooruitzicht zijn gesteld. Op die manier leer je dus te verheugen en te verblijden hier op aarde. Want het is echt belangrijk dat je gewoon een helder beeld hebt en dat je je kan verblijden over de eeuwigheid die eraan komt. En als je dat dus niet hebt, als je niet zoiets hebt van daar word ik blij van, dat je dan vraagt of de Heer dat wil geven, dat wil bewerken in je binnenste. En dat helpt je, dat geeft je steun en kracht. En om een voorbeeld aan te halen over hoe wij gemotiveerd worden op iets wat er in het vooruitzicht is gesteld. Hoe wij daardoor gemotiveerd worden. Dan kunnen we kijken naar een voorbeeld ook weer van een marathon. Bij een marathon rennen veel mensen mee. En een kleinere groep sporters die erg fanatiek zijn, die gaan voor de eerste plek. En die zijn erg fanatiek en die vechten voor de eerste plek. Maar een groot aantal deelnemers
die doen mee omdat ze de marathon gewoon willen lopen. En ze haken niet gelijk af als het niet haalbaar is om de eerste te worden. Maar ze rennen mee om die marathon te lopen. En veel rivaliteit is daar onderling niet, bij de middenklas, zeg maar. Ze rennen allemaal mee en moedigen elkaar aan. En ik denk dat je dat enigszins kan vergelijken met ons als gemeente. Dat je elkaar aanmoedigt en dat je allemaal voorwaarts gaat. En ieder voor zichzelf is gericht op het behalen van de finish. Om de marathon af te leggen. En misschien wel de eer of de roem of prijs die daarop volgt. En dat motiveert diegenen die in die marathon bezig zijn. Die bijvoorbeeld tot 20 kilometer zitten en nog wat dubbele moeten gaan. Ze worden gemotiveerd daardoor. Dus ze worden daardoor aangespoord. En zo moet het ook voor ons zijn. Zo zijn wij bezig met die marathon, met de wedstrijd van het geloof hier op aarde. Dus we moeten ons richten op wat voor ons in het vooruitzicht is gesteld. We moeten ons verblijden in wat voor ons ligt. En met elkaar voortgaan. Dat beeld van de marathon. En ook voor de jeugd denk ik dat het wel helder is, zo'n marathon, hoe dat gaat. En dat we zo voorwaarts gaan. Ook Christus heeft het verdragen. En hij heeft het volbracht. Doordat hij zich verblijdde in wat hem in het vooruitzicht is gesteld. Dus Christus, die heeft het volbracht. Hij heeft het verdragen. Doordat hij zich verblijdde in wat hem in het vooruitzicht was gesteld. En dat lezen we dus het laatste gedeelte, vers 2. En nu zit hij aan de rechterhand van de troon van God. Hij mocht zijn waar hij naar uitkeek. Hij mocht toen thuiskomen, toen hij het had volbracht. Hij was voortgegaan. Hij verheugde zich erop, op het punt. En hij was heel de tijd moest hij die strijd voortgaan en voortgaan. En toen het volbracht was, mocht hij thuiskomen op de plek waar hij al die tijd naar uit had gezien. Waar hij zich in verblijd had. Wat hem in het vooruitzicht was gesteld. Daar had hij naar uitgekeken en dan mocht hij thuiskomen. Hij mocht gaan zitten aan de rechterhand van de troon van God. En daar is hij nog steeds, wachtend, totdat u en jij, totdat wij aankomen in het Vaderhuis. En Paulus zegt in 2 Timotheüs 4, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden, de loop volbracht en het geloof behouden. Daar gaat het om, hier op aarde. De wedstrijd van het geloof. De goede strijd gestreden, de juiste keuze gemaakt, voor Jezus gestreden, voor zijn zaak. De loop volbracht, volgehouden. En het geloof behouden, niet bezweken. Vers 3. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. We worden weer opgeroepen om scherp op de Heer Jezus te letten. Vers 2 zien we dat. Dat onze ogen moeten richten op de Heer Jezus Christus. En vers 3. Let ons scherp op hem. Scherp letten. Weer dat focussen. Scherp letten. Scherp op hem letten. Die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Hij heeft veel tegenspraak, rebellie, weerstand en vijandschap verdragen. Allemaal weerstand tegen hem verdragen. Niet alleen bij de kruisiging en bij de laatste periode van zijn leven, maar bij heel zijn rondwandelingen op aarde had hij te maken met weerstand. Met tegenspraak. En dat heeft hij verdragen. En juist die verdragende Heer Jezus Christus moeten wij opletten. Worden wij opgeroepen om scherp op te letten. Op die verdragende Heer Jezus Christus. Opdat wij niet bezwijken. Opdat wij niet verzwakt en bezwijken in onze zielen. Dus juist die verdragende, liefdevolle Heer Jezus moeten we scherp opletten.
die al die tegenspraak ondergaat en verdraagt. En waarom moeten wij juist op hem letten als hij tegenspraak van zondaars verdraagt? Waarom moeten we daar nu per se op dat vlak, dat hij dat verdraagt, waarom moeten wij daarop letten? Ook dat is ons het voorbeeld gegeven. Wij zullen hierdoor zien dat hij ons lijden, ten opzichte van hem misschien nog niet zo erg is. Dat ons lijden hier op aarde met de dingen die we tegenkomen, met de weerstand, met de rebellie van de wereld, met allerlei zaken om ons heen die weerstand geven tegen het evangelie. Dan gaan we misschien zien dat het ten opzichte van wat de Heer Jezus allemaal heeft doorgemaakt, allemaal nog niet zo erg is. Maar misschien wel, dat zou zo kunnen. Maar we zien wat de Heer Jezus allemaal heeft doorgemaakt, wat hij allemaal heeft moeten verdragen. Dat de Heer Jezus heel veel ten onrechte heeft moeten incasseren. En dat incasseren, zeker ten onrechte, dat is ons tot voorbeeld. Misschien kunnen wij nog enigszins zeggen, soms is het bij ons niet ten onrechte. Maar de Heer Jezus was volledig onschuldig. Maar hij heeft het allemaal geïncasseerd terwijl hij onschuldig was. En dat incasseren van al die tegenspraak en al die weerstand, dat is een voorbeeld voor ons. Wij moeten daar scherp op letten, zodat wij niet verzwakken en bezwijken in onze zielen. En hoe kunnen we dat dan doen, dat we op hem gericht zijn, dat we op hem, dat we kijken hoe hij dat geïncasseerd heeft in zijn leven? Hoe kunnen wij dat praktiseren in ons leven? Hoe kunnen wij de dingen van de wereld incasseren? En dat is eigenlijk heel eenvoudig als we naar zijn voorbeeld kijken en wat hij allemaal over zich heen liet komen en terwijl hij God was. We mogen heel eenvoudig steeds onze handen, als wij ten onrechte misschien beschuldigd worden of dingen moeten incasseren om het geloof, dan mogen wij heel eenvoudig alles weer bij hem leggen en op hem zien. Van de Heer Jezus heeft het doorgemaakt en we mogen daardoor kracht ontvangen. En we mogen ook in zijn wijsheid en in zijn geduld en verdraagzaamheid weer uitdragen, weer handelen. Dus ook daarom is het dus van belang dat we ons scherp richten op de Heer Jezus Christus. Om vanuit de positie dat wij beïnvloed worden, eigenlijk dingen moeten incasseren, om dan te handelen vanuit Jezus. Om op die manier er tegenin te gaan en niet met gebalde vuisten en kwaad met kwaad vergelden. Want daardoor verzwak je en bezwijk je in je zielen, in je ziel. Maar je moet juist in de liefde terughandelen en op de Heer Jezus zien. En dat is eigenlijk de les die we hieruit kunnen leren. Dat we niet langzaamaan zwakker worden door allerlei weerstand, op wat voor terrein dan ook. Waardoor we vervolgens eraan onderdoor gaan in ons geloofsleven. We kunnen allemaal kleine prikjes van weerstand tegenkomen in ons hele leven, overal. Maar dat we al die zaken steeds bij de Heer Jezus brengen. En in het licht wandelen daarover. En in liefde terugreageren. En anders hoop dat op en laat dat op als een last en bezwijken we eronder. Dus door sterk op hem te letten, hoe hij omging met alle weerstand en tegenspraak, en leren om zo te handelen in de kracht van hem, zo kunnen wij voorkomen dat we geestelijk bezwijken. En wat ik net al zei, ook in dit vers, komt weer naar voren, net zoals in vers 2. Richt je actief op de Heer Jezus Christus, in plaats van op de situatie. Richt je op de Heer Jezus Christus. Let toch scherp op hem. Dus als je scherp let op de Heer Jezus Christus, dan ben je gefocust op hem. En niet op die omstandigheden, niet op alle weerstand. Maar eerst in instantie op Christus. En daarna vanuit zijn positie kan je dan naar die weerstand kijken, naar die dingen die op jouw pad komen. En vanuit hem kan je met de juiste blik naar alle situaties om je heen kijken. Vanuit hem. Ik wil afsluiten met een voorbeeld wat ik vorige week hoorde op Groot Nieuws Radio.
Een man deelde een soort column. En dat ging ongeveer als volgt. Hij zei, ik heb vele jaren aan de kant van het veld gestaan om mijn kinderen aan te moedigen op het voetbalveld. En langs het veld hoor je van allerlei kreten voorbij komen. Meestal aanmoedigingen, soms ook wat commentaar en een enkele verwensing nagelaten. Maar ook kwam er altijd één soort kreet voorbij die je eigenlijk elke wedstrijd wel hoorde. En dat was, kijk naar de bal. Kijk naar de bal. En dat hoorde je elke wedstrijd, waar je dan ook was. Of je nou uitspeelde of thuis, bij de grotere of bij de kleinere. Deze uitspraak hoorde je eigenlijk overal wel. Nu zou je zeggen, de bal, die verlies je toch niet uit het oog. Maar dat valt nog tegen. En zeker bij de nog wat jongere sporters, die zijn soms al snel afgeleid. Bijvoorbeeld als oma hard aan het zwaaien is vanaf de kant. Of als er een mus op de lat van het doel gaat zitten. Vandaar dan de kreet, kijk naar de bal. Zodat de voetballers aangemoedigd werden om gefocust te blijven op de wedstrijd. Maar ook om te voorkomen dat er niet opeens, zonder dat ze het door hadden, een verliezend punt werd gemaakt door de tegenpartij. Het is dus een wedstrijd. Het is dus wedstrijdbepalend of je gefocust blijft op de wedstrijd of niet. Dus die focus op de wedstrijd is heel belangrijk. En wat ik al zei, dit is een voorbeeld. Ik wil op geen enkele wijze de Heer Jezus vergelijken met een bal. Maar het voorbeeld van dat we moeten kijken naar de Heer Jezus. Ja, ik vond het wel treffend in dat voorbeeld, zeg maar. Dat we waar dan ook bezig zijn op het veld. Waar we dan ook actief zijn. Dat we gericht zijn op de Heer Jezus Christus. Net zoals dat ze daar elkaar aansporen. Kijk naar de bal. Dat wij dus ook elkaar aansporen. Kijk naar de Heer Jezus. Daarom moedigt Paulus ons ook aan. Kijk naar Jezus. Vers 2. Hou het oog gericht op hem. Vers 3. Let toch scherp op hem. En zo wil ik jullie ook alle aanmoedigen. Blijf letten in de wedstrijd van het geloof. Blijf opletten in de wedstrijd van het geloof. En kijk naar Jezus. Onder welke omstandigheden dan ook. En hou vol met volharding. Zie uit naar wat ons in het vooruitzicht is gesteld. En hij die alles volbracht heeft. En kijk naar hem die alles volbracht heeft. En wacht tot we thuiskomen. En verheug je daarin. Verheug je erin op degene die op ons wacht. En verheug je erin in wat voor ons in het vooruitzicht is gesteld. En we mogen onze ogen van onze plek waar we staan hier op aarde altijd gericht houden. Die moeten we altijd gericht houden op Jezus. De overste leidsman en voleinde van het geloof. Kijk naar Jezus. Amen.